De vlog is er weer live bij. Er is altijd wat hier in Radio Kootwijk. Nu is er iemand van zijn paard gevallen. En dat paard loopt nu zonder berijder. De dames daar die erbij waren hebben aan Koen gevraagd, want dat is de meest sportieve van ons, om het paard mee te nemen naar de plek waar het gebeurde, zodat het allemaal goed komt. Maar je moet wel een stukje mee rijden in de ambulance. Ga je achterin? Ja, ik ga even de weg wijzen. Dan gaan we ter plaatse. Nou, we zijn inmiddels gearriveerd. Het slachtoffer staat weer, zie ik. Dit zijn de paarden die dan zo dadelijk richting de schaapskooi moeten, want daar staat dan kennelijk de auto. Net uit het werk van het ontbijtnieuws gelijk dit weer in het zonnetje op de hei. Wat een leven. Maar hier? Nee. Nou, ik ga zo even de helm stellen. Slachtoffer wordt weggebracht. Paard blijft over. En die mag ik naar het schaapskooi brengen. Dus jullie kwamen meneer toevallig tegen? Ja. Dat was het, oh ja. Ja. Even wachten. Goed. Ja? Nou, goed dat je dat nooit doet. Dat doe je heel goed hoor. En gewoon stappen, hè? Ja. Ja? Wil dat zo? Ja hoor, dat goed. Ja hoor. Hij moet stap blijven, er is niks aan de hand. Ja, Jan, zo is nou wel goed hoor. McLeod. Is leuk of niet? Even uitleggen waarom de paarden het laatste stukje liepen en dat Koen er niet heel stoer op zat. Dat lag uiteraard niet aan Koen. Sportief, energiek. Maar dat is in verband met de schapen. Paarden schijnen een beetje bang te zijn voor schapen en we zijn bij de schaapskooi. Dus vandaar het laatste stukje even lopen. Het paard is nu bevrijd van het zadel en dat soort dingen. Wacht hij even rustig tot zijn baasje behandeld is in Uggelen en dan wordt hij opgehaald. De vlog was er live bij. We dachten dat het avontuur voorbij was, maar dat is niet zo. Het paard was achtergelaten in een weide om opgehaald te worden. Maar daar had hij geen zin in. Die zag iedereen weggaan. Die is over het hek gesprongen, ook nog een beetje gewond geraakt. Dus daar moet er een andere oplossing bedacht worden waar het beest kan blijven. En ik moet ondertussen dit paard even vasthouden. Midden in de dierenwereld ineens. Ja, het is goed. Het is goed. Zo, nu het ontbijt liefst zo weer je paard aan het mennen. Mensen van Jan, wat zo heet die, de gewonde ruiter, die zijn gearriveerd en die gaan het paard stapvoets naar Uggelen brengen. Dat is 40 kilometer, nee, is overdreven, is 10 kilometer hier vandaan. En dan komt het allemaal goed. Beetje gewond geraakt, maar niks ernstigs. De vlog was er live bij. We zijn in de studio waar het ontbijtnieuws iedere ochtend gemaakt wordt. Groene wanden, waar we de plaatjes op kunnen inkieën, zoals dat heet. Zodat je thuis wat anders ziet, hè? Het plaatje wat je nu eventjes in de regie ziet. En we hebben een hele batterij camera's. Die mij allemaal in beeld nemen. Camera 1 doet het aan het begin, als ik hier sta, het shot als we de show starten. Camera 2 doet het presentatieshot. Ik laat ze zo wel even zien als ik daar sta. Camera 3, geen idee wat hij doet. En we hebben een camera daar, die hangt aan het plafond. Ik loop even naar mijn deskje toe, dat doe ik even achterwaarts, zodat ik schitterend tegen jullie kan blijven praten. En als ik hier dan sta, schakelen we zo even naar het beeld in de studio, dan is dit camera 1. Ja. Daar is camera 1, een beetje een totale shot. Dan hebben we hier camera 2, dat is het presentatieshot, daar ben ik. Camera 3, doet hij ook? Ja, ook Twan. Maar je bent in beeld, maar van de zijkant. En we hebben het shot aan het plafond. De mensen thuis zijn dan daar. Hi. Wat een spektakel. En dan gaan we nu in de regie kijken hoe het er dan uitziet als we al die camera's in de uitzending schakelen. We zijn inmiddels aan de andere kant. We waren dus net in de studio, nu zijn we in de regie. Ja. Lieke. Jean. Ach, oei. Ja. Gooi in je arm, dan kiss me all over the body. De mensen thuis zijn erbij. Hè. Ja. Nu laten we even zien wat er gebeurt als we de zaak in beweging zetten met die camera's. Wat een spektakel. Laten we eerst eens beginnen met de openingscamera.
Dat is die we net in de studio zagen. Dat is dus die. Daar sta ik dan voor. Dat zie je nu niet, want ik ben nu hier. Ik kan niet overal tegelijk zijn. Dan gaan we presenteren op camera 2. Dat zagen we ook net. Dat zijn deze knopjes hier waar ze op drukt. Hè. Dit knopje hier. Camera 2. Camera 3 nu. En camera 5 is het plafond. Hè? Klopt. Let op. Daar gaat hij. Wauw. Ja. En ik durf het bijna niet te vragen. Als ik de leader start, ja, dan gaan de camera's alvast naar de positie van de eerstvolgende camera. Die camera's doen dat uit zichzelf, hè? Ja. Ja, ze zijn helemaal geprogrammeerd. Vaak gaat dat ook een beetje mis. Wil jij je drukken? Zal ik vertellen? Ja, ik zeg, dit is jee! Start de show! En je ziet de camera's bewegen? Kijk, de camera's bewegen. Hij zegt, wat een spektakel. Ongekend. Ja, camera 5 aan. Roets! Oh, roets en vlak. Ja. En ik vind wel dat mijn collega's daarachter zich even deze kant op graag kan. Ja, daar zitten Heiko en Bojan en William. Dag William. Dag, dag. Goed weer vandaag? Prima weer. Prima. Een beetje regen. Beetje regen. Regen. Dit is Bojan. Hallo. Bojan is van de redactie. En hier Heiko. Goedemorgen. Vanmiddag, avond. Dat is onze chef. Misschien kan je de broden nog even aankondigen. Eén keer, Heiko. Dat doet hij altijd. Ja, één keer, joh. Nee. Als de broden binnenkomen, 8 uur 's ochtends, dan komt Heiko altijd nog een karakteristiek aan. Eén keer, Heiko. Kom op, kom op. Heiko, Heiko, de broden! De vlog is er live bij. Er gaat zoiets gebeuren met de bijen. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat. Niemand heeft nog enig idee wat. Maar Daan is er. Dag Daan. Goedemiddag. Hij wil in de vlog. Dat is eigenlijk de reden dat hij hier is. Ja, dan raken we in de vergeten later. Ja. Nee, er moet reclame gemaakt worden voor het bedrijf. Ja, bij Daan, Hoenderloo, voor al uw bijenbehoeften. Herfst in aantocht. Dan, zo is dat. Dus we gaan eens kijken wat er aan de hand is. Ik heb inmiddels al, met mij kan je alle kanten op. Ik ben al met de rook bezig om de bijen straks een beetje rustig te maken. Want in de vorige vlog werd ik gestoken. Dat moet ik natuurlijk niet nog een keer hebben. Wat zei je, Koen? Jou kan je de kachel aanmaken. Ja, met mij kan je erbij hebben eigenlijk. Ja, we hebben nu één volk. Vorige keer hebben we twee volken bij elkaar gezet. En die gaan we nu weer splitsen. Het is toch wel leuk om twee volken te hebben. En we gaan nu de boel scheiden. En over 8 dagen komt de nieuwe bevruchte koningin erbij. Dan is ze al bevrucht en dan gaat ze gelijk eitjes leggen. Dan zijn we al wat verder in het seizoen. Want het is al bijna het einde van de zomer. Dat de vlogkijkers even weten hoe stoer de host is. Dit zijn hoeveel bijen? Nou, wat zullen ze zijn? Veel! En ze zijn braaf. Ze zijn braaf. Kijk, aan de achterkant zitten ze ook, zie je? Zo. Dat de mensen thuis even weten dat de vlog er live bij is. Het nieuwe huisje. Inmiddels heeft Daan, die nu even verf uit de auto gaat halen, de koningin ontdekt. En de bedoeling is dat die in de oorspronkelijke kast blijft, maar die moet even gemerkt worden met een beetje verf. Het is een spektakel van je welst. De kleur is dit jaar rood. De koningin is nu dus rood geschilderd, zodat ze makkelijk te zien is als we ze moeten hebben. Ze is ook gekortwiekt, dat ze niet weg kan vliegen. Het is allemaal in a day's work voor Daan. Nou, je ziet het, hè? Van één volk naar twee kasten. Dat waren de bijen. Je hebt net aan het begin van de vlog gezien dat Jan Buitenhuis, zo heet hij, van zijn paard gevallen was. En dat Koen heroïsch dat paard naar het schaapskooi gebracht heeft. We gaan even met hem bellen. En dat moet op de een of andere manier op de speaker, denk ik. Ik ben niet heel handig daarin. Om te horen hoe het met hem gaat. Daar zijn we toch wel reuze benieuwd naar of de verwondingen niet al te ernstig waren. Of hij nog leeft. Of hij nog leeft. Nou, dat zal toch wel, neem ik aan. En of hij de telefoon aanneemt. Wat een spannende televisie. Meneer Buitenhuis, u spreekt met Jan de Hoop. Goedenavond. Dag, meneer Jan de Hoop. Goedenavond. We zijn even benieuwd hoe het met u gaat. Nou, ik heb een spier helemaal afgescheurd. Oeh, ja. En maar, ik moet heel eerlijk zeggen, ik begin alweer lekker te lopen. Oh, gelukkig. Daar waren we even benieuwd naar. Namens de vlog van harte beterschap. En, dankjewel. Ja, het was wel even de concentratie, maar ja, het gaat weer goed. Gelukkig maar. Tot ziens, hè. Als het zo goed verder is en ik ga weer paardrijden, kom ik wel een keer langs. Dat is gezellig, op de koffie. Ja? Ja, zeker. Ja. Dag, Jan Buitenhuis. Oké. Aan het eind van de vlog dan nog een paar vragen van mensen die ze via Twitter gesteld hebben. En de eerste is William Harthoorn, die vraagt: hoe lang werk je al bij het RTL Nieuws? Dat is toevallig. Was van de week 29 jaar en het was een feest. Ik had gehoopt op
een fanfare en Maria Kaakjes. Maar die Maria Kaakjes waren iets te ambitieus. Het zijn uiteindelijk knappertjes geworden. Mijn lieve hoofdredacteur Harm Tazelaar is speciaal 's ochtends vroeg naar de supermarkt gegaan om een doosje knappertjes te halen, zodat we het in stijl konden vieren. 29 jaar RTL, volgend jaar 30. En ja, misschien dan wel een Maria Kaakje, je weet het maar niet. Dan nog een aantal andere vragen die ik hier heb. Dus even kijken, hoeveel kleur koffiemok heb je? Vraagt GJA van de Heuvel. Nou, er staan er een stuk of 50 in de kast bij RTL. Iedere ochtend de juiste mok bij het juiste shirt. Wat wil je gaan doen naar je pensioen? Nou, ik weet helemaal nog niet of ik met pensioen ga, maar mocht ik dat doen, oktober volgend jaar, dan heb ik de radio nog en we hebben ons bedrijf nog. De tuin moet gedaan worden, kortom, ik verveel me niet. En dan eens even kijken, hoe gaat het zonder Bob? Oh, dat is een serieuze vraag. Ietsje beter al gelukkig. Het begint langzaam maar zeker een plekje te krijgen dat ons lieve meisje er niet meer is. Nog eentje. Wanneer gaan jullie weer op vakantie met een mooie film? Nou, goed nieuws. We gaan in september naar Alicante. Het nieuws van Alicante. En in december, en dat wordt een geweldige film, gaan we naar Thailand. Naar Bangkok en naar Hua Hin. Dat komt dan over een aantal vlogs. Tot de volgende.